Goedemiddag, het is nu bijna 5 uur. Het is weer de 4e van de maand, dus de boodschappen voor deze maand zijn gebracht. Het is ook wel nodig. Dit is onze vriezer. Ja, wij vinden dit leeg, zeg maar. En de koelkast. Nou, die is echt leeg. Leeg. Dennis heeft geholpen met neerzetten, dus alles staat een beetje door elkaar. We beginnen hier. Ik heb een aantal blikjes van die Royal Club tonic met grapefruit. 4, dat vindt Dennis lekker. Dit zijn chilibonen, artisjokharten, pindakaas, witte bonen, appelmoes met kaneel, een bonenmix. Wat is dit? Gehaktballetjes in tomatensaus, champignonnen. Hierachter staan wafelmix, pannenkoekmix of pancakemix. Suiker heb ik nodig. Hier allemaal koekjes. Fanta, wat is dit? No sugar. Iets met blauw. Ik weet niet, maar ik dacht dat vind ik best wel leuk. Dus dat neem ik mee. Let niet op mijn nagels, want die moeten gedaan worden. Hier heb ik allemaal spa. Hier spa. Cola voor mij. Fanta, tonic en Bitter Lemon voor Dennis. En dit is eigen merk, Spa Rood met een smaakje. Dan hebben we nog Café Noir, Sultana, stroopwafels. Dit is voor Guus. Verse tomaat. Nee, dit is geen tomaat. Dit is paprika. Dit zijn tomaten. Dan heb ik, wat zijn dit? Vastkokende aardappels, gele. Dan heb ik vastkokende gewone aardappels. Ik heb wafeltjes voor het ontbijt. Wessel is grotendeels thuis. Dag eens Guus. Wat kom je doen? Wat kom jij doen? Ja hè. Even lekker snuffelen. Hi. Ik heb zo wat lekkers voor je. Vaatwasserreiniger. Dit is pasta saus. Chicken tonight. Jam. Dit is abrikozenjam, had ik nodig voor een recept. Coolbest voor Wessel. Oh ja, hier staan ook nog 2 pakken drinken. Een soort dubbelfris en ijsthee van eigen merk. Hierachter staan nog allerlei theetjes. Vind ik lekker. Dit zijn haverkikrepen. Ik weet niet, ik vind die van de Lidl lekker, maar ik dacht ik probeer het even. Oatly haver cuisine. Lactose intolerant, we weten het. Dennis tenminste. Schoonmaakmiddel. Dan heb ik hier gehakte gember. Pasta saus. Teriyaki saus. Zelfrijzend bakmeel. Amandelmelk. Lactosevrije melk. Cookies voor Guus. Dit zijn koffiebroodjes met pudding. Eierkoeken. Grieltjes. Ik kan me niet herinneren dat ik die besteld heb. Maar dat zal. Een komkommer. Bietenwraps vind ik lekker. Rode aardappels. Wessel drinkt heel graag. Want die moet nu stage lopen. Dus die drinkt dan heel graag zo'n blikje espresso 's ochtends in de auto. Soms moet hij echt om 5:30 weg. Wat nog later is, is dat hij naar school gaat. Want dan gaat hij om 2:30 s'nachts weg. Maar goed, hè. Dat vindt hij lekker. Ik heb voor de diepvries vissticks, Mexicaanse roerbak, andijvie, gemengde groenten, spruiten, snijbonen, spersiebonen. Deze is Oosterse roerbak, maar die is lek. Broccoliroosjes hier. Dat zijn de gemengde groenten. Dan heb ik een barbecue mix. Filet à la minute, kipsausijsjes. En kip gehakt. Coolbest voor Dennis en Wessel. Philadelphia Intense. Proberen. Hier nog wat pasta sausen. Slavinken. Gemberpoeder. Wat is dit? Oh ja, mais. Die heb ik voor Wessel. Dit is frito voor tomatensaus. Hier dan nog een... Even mijn andere hand. Slavinken. Gehakt.
Gehakt. En chipolata, zo zei ze. Dus de stapel viel bijna om. Oké, ik heb jachtsaus, kaassaus, basilicumsaus, champignonsaus, pepersaus, stroganoffsaus, vierkatersaus, champignonsoep, goulashsoep, tomatensoep en Hollandse aspergesoep. Verse paprika gesneden, dat gaat in de vriezer. Lasagnebladen, risotto rijst, spaghettini, bananen, wasa-crackers. En dat zijn zeezoutcrackers, tomaten, eieren, 2 pakken van 18. Ik heb ricotta, dat mag Dennis eten. Hummus voor mij, verse ananas voor Dennis. 2 keer yoghurt, lactosevrij voor Dennis. Dit is ook lactosevrije yoghurt. En dit is lactosevrije crème fraîche. 3 keer aardappelpuree. Mini pizzaatjes. Mais. Dit zijn 4 kaasburgers. Ik zit iets aan te doen met mijn dikke buik. Hier heb ik rucola sla. Worteltjes, uien, krulsla en ijsbergsla. Smeltjus. En dit is lactosevrije magere kwark. Boter. Nog een boter. Dan heb ik bloemkoolroosjes, Italiaanse roerbakgroenten, gegilde groenten. En prei à la crème, kipkebab, hamblokjes, kipreepjes en gewone kipfilet. Ik heb hiervoor nog boter staan. Ga uit. Gnocchi. 2 keer Alpro yoghurt voor Wessel, vindt hij lekker. Pasta sausen, dit is geraspte parmezaan. Dit is worstensaus. dat is een van onze poesje. Hallo poes. Joep heet hij. Mozzarella kaas. Feta. Roomkaas. Kruidenboter. Kipblokjes. Hamblokjes. Kalkoenspekblokjes. 2 keer roomkaas. Wie heb je daar, Guus? Oh, nou, kijk. Onze andere komt binnen. Dat is Coco. Dag, Coco. Dag, Coco. Mis alleen nog Azrael. Ga Azrael zoeken, Guus. Geelburgers. Mergpijpjes? Geen idee waarom ik dat besteld heb. Rundersausijsjes. Nog meer geelburgers. Spekjes. En hier heb ik 2 geraspte kaas. Maar hier heb ik echt een enorme berg geraspte kaas. Allemaal. Dat kan je invriezen. Brie. En dit is allemaal plakkenkaas. Dat is het. Geen potten groenten, want daar hebben we niet zoveel van gegeten. Verder is de de voorraad van vorige week een beetje op. Ik ben aan het zweten, niet te leuk. Doe mijn bril even af. Ha, nog meer poes. Ik ga dit opruimen. Dit was €400 en een beetje. En we kregen een extra attentie als dank voor onze bestelling. Ik heb geen idee wat het is. Ik neem aan. Oh, ik heb helemaal geen zegels gehad. Niet dat wij dat gaan sparen, maar goed. Dit ga ik zo openmaken of willen jullie zien wat erin zit.